Goedenavond. Alles in ons lichaam wordt bepaald door lichaamsritme, oerritme. En dit oerritme wordt gedelegeerd vanuit een klok die in je hersenen zit. Dus die stuurt allerlei signalen naar je lichaam, hoe dat je lichaam moet reageren. En we hebben heel veel ritmes in de natuur. We hebben de getijden, we hebben de winter, zomer, dag- en nachtafwisseling. Dat zijn allemaal ritmes die een grote invloed hebben op je lichaamsritme. Maar we zijn dit contact met de natuur verloren. We weten niet meer hoe we met die ritmes moeten omgaan. We weten niet meer hoe dat we moeten leven. We hebben een veel koffie nodig als we 's morgens willen wakker worden. En we hebben eigenlijk alcohol nodig om ons 's avonds in slaap te brengen. Dus alle hormoonfuncties, alle neurotransmitters, alle vitamine, mineralen hebben allemaal een ritme in ons lichaam. We gaan nu eens kijken hoe dat we leefden als oermens, hoe dat de oermens leefde. De oermens leefde volgens de natuur, die werd wakker als het licht was en ging slapen als het donker was. Hij at veel in de zomer, want er was overvloedig eten, nood, zaden, fruit, allemaal zoet eten, allemaal koolhydraten en hij werd er dikker en dikker van. En totdat het winter werd, dan kon hij zijn voorraadje opgebruiken. Nu, hij kwam een centimeter of 2, 3 buikvet bij. En dat was echt nodig, omdat hij niet zou bevriezen en dat zijn orgaan niet zou bevriezen. Dus dat was heel normaal dat hij erbij kwam om dat terug in de winter te vervriezen. Nu, hoe leeft wij eigenlijk als hedendaagse mens? Als hedendaagse mens leven wij constant in eeuwige zomer. Het is precies alsof het eeuwig zomer is. Want in plaats van te gaan slapen, als het donker is, blijven wij op. We gaan nog eventjes voor de computer zitten, we gaan onze iPad nog eens bekijken. We gaan dan eens naar de koelkast en we gaan eens de deur open doen en we zien dat er allemaal lekkere dingen in liggen. We gaan nog een beetje eten. En we zijn s'avonds moe, maar we willen dat eigenlijk toch niet aan toegeven. En we doen maar voort en we snakken maar en we eten maar. En we gaan in onze zetel zitten en we gaan televisie zien. En we worden ook alsmaar dikker. En als je dokter eens tegen je zegt van, kom aan, het is tijd om eens op dieet te gaan, je buik is veel te dik en je cholesterol is te hoog. Dan kun je eens lachen en je kunt tegen een dokter zeggen, ah ja, ik ben het hier aan het sparen voor tegen dat winter wordt en dat ik niet zou bevriezen. Hè? En de dokter kan dan zelf lachen. Maar eigenlijk is het een beetje triestig en is het een beetje moeilijk, want je bent eigenlijk alle overlevingsmechanismen die je altijd hebben gered, gaan nu tegenwerken. Je gaat altijd maar dikker en dikker worden, omdat je gaat snoepen en altijd maar eten, juist omdat dat licht suiker doet eten. Je moet weten dat in 1750 wij eigenlijk 1 kilogram suiker per jaar aten. Nu eten wij 150 kilogram suiker per jaar. En suiker die niet wordt verbruikt, zit om in vet. En doordat wij veel meer stress hebben de dag van vandaag, gaat onze cortisol, dat ook een ritme heeft, cortisol heeft ook een ritme, dat is hoog in de dag en dat is 's nachts laag, omdat we kunnen slapen. Wij zijn niet geschikt om 's nachts rond te lopen, omdat wij heel slecht zien en wij zouden al gauw een prooi zijn voor het roofdieren. Dus door die cortisol gaan wij ook suikers eten, gaan ons altijd meer stress geven, meer suikers en dat is een vicieuze cirkel. Nu, hoe komt het nu dat we die obesitas zien of dat dat een normaal verschijnsel of geen normaal verschijnsel is? Dan moet ik zeggen dat het een normaal verschijnsel is. Laat ons zeggen dat er 40% van de mensen tegenwoordig veel te dik is. Bij mannen boven de 50 is dat zelfs 50%. En zelfs 11% van onze kinderen zijn al obees. Dat is eigenlijk heel triestig. Maar zoals ik er juist al heb uitgelegd, die overlevingsmechanismen worden in gang gezet. En je krijgt altijd meer en meer in je suiker, ook al wordt het dikker en dikker. Want suiker zit om in vet. En dat is heel normaal. Waarom? Er is overvloed. Als er overvloed is, ga je meer eten. De natuur heeft ons zo gezien en er is altijd overvloed. Onze koelkast zit altijd vol. Op ieder hoek van de straat is er eten te krijgen. Er is altijd overvloed. Dus die obese mens gaat altijd maar meer en meer eten. En wat kan je daar nu aan doen? Er is maar één weg naartoe en dat is bewegen. Luchtig bewegen. Voor uw maaltijd. Wat doen wij als hedendaagse mens? We gaan eigenlijk naar het sportcentrum. Nog eens gaan, we gaan dat doen als we gegeten hebben of als het van ons werk komt. Maar bijvoorbeeld 's morgens ook gaan we niet eerst bewegen en dan eten, maar we gaan eerst eten en dan met een volle maag bewegen. En wat doet dat? Door dat je nuchter gaat bewegen,
gaan al uw reflexen naar boven komen, gaan al uw oerkrachten naar boven komen, gaat de heel verlichtig worden, gaat de heel spitsvondig worden en gaat je zoeken naar alles en nog wat en gaat de beweging maken dat je vet kunt verbranden. Maar uw hersenen, die gaan altijd dat afremmen. Dat is de wet van de inertie. Het is altijd heel moeilijk van in een passieve toestand naar een actieve toestand te gaan. Dus uw hersenen gaan al het mogelijke doen om niet te bewegen als je obese bent. Of ook als je depressief of ziek bent, gaat het dan nog hebben dat uw hersenen zeggen, we gaan niet bewegen. Omdat het lichaam alleen energie nodig heeft en alleen de vitale organen gaan energie krijgen. Je hart, je maag en zo, die gaan energie blijven krijgen om in leven te blijven. En het lichaam wordt dan altijd afremmen voor te bewegen. En er is maar één ding voor de cirkel te doorbreken. En dat is eigenlijk bewegen. Een eerste stap zetten om dat toch te doen. En bewegen doet bewegen. En zo kun je eigenlijk obesitas bestrijden. Want obesitas is een heel normaal verschijnsel in deze maatschappij. Terwijl dat eigenlijk mager zijn. Heel de dag lafjagen en 's morgens en 's avonds nog gaan sporten en dan thuiskomen en een blad sla eten, dat is eigenlijk niet normaal, juist door die overlevingsmechanismen. Ik kan misschien ook nog iets vertellen over hoe dat het de mensen in de het verschil tussen mannen en vrouwen, hoe dat werkte in de oertijd. Mannen hebben bijvoorbeeld heel sterke spieren. En die zijn gewoon van, die moeten kracht zetten en die moeten naar de verte zien en achter wild jagen. Dus mannen, die worden niet afgeleid, die zien gewoon in de toekomst en die zien niks. Vrouwen, die zien eigenlijk in de breedte zo. He, die zijn heel stressgevoelig, dus vrouwen ruiken heel goed, die zien heel goed. En die man verstaan niet waarom dat die vrouw zegt... stopt eens met in je neus te peuteren als alle twee televisie aan het zien zijn. En dat is omdat een vrouw heel breed kan zien. Hè? Vrouwen die zijn gewoon van te sleuren, die hebben andere spieren als mannen. Daarmee als je begint te bewegen, vrouwen, let alsjeblieft op, doe niet zoals mannen dat je uren begint te lopen of van fitness doen of zware inspanningen. Wij moeten eigenlijk krachtoefeningen doen, korte krachtige bewegingen. Dat is heel belangrijk voor ons als vrouw. En geen uren lopen of heel zware sporten doen. Daar zijn onze spieren niet voor gemaakt. Vrouwen moeten zelfs eerder met hun armen bewegen, omdat vrouwen gewoon zijn van te sleuren en kinderen op hun rug te nemen, terwijl dat mannen lang kunnen lopen. Die mogen niet afgeleid worden, die kunnen lopen achter hun wil. Dat is het verschil in beweging. En dat moeten wij ook doen in ons sporten. Wij moeten gewichtjes heffen, wij moeten touwtjes springen, wij moeten lopen en stoppen, want dat zet uw rustgevend zenuwstelsel in actie. Je moet zien bij de dieren, die doen dat ook. Die lopen eventjes en die keren zich. Die lopen eventjes en die keren zich. En dat is belangrijk voor gezondheid te herwinnen. En ook die obesitas te doorbreken. Okay. Dank jullie.